We kunnen dit keer echt zeggen, goedemorgen, het is eindelijk mooi weer in Lago Maggiore en dat betekent dat het tijd is voor een challenge. Wij gaan vandaag namelijk 100 kilometer met de waterscooter. We hebben hier natuurlijk mijn waterscooter die we helemaal vanuit Nederland mee hebben genomen naar Italië. En wij gaan vandaag dus 100 kilometer met deze waterscooter doorbrengen op het water. We gaan overal naartoe varen op dit meer, we weten niet zo goed nog waar naartoe. Als allereerst moeten we sowieso tanken en de waterscooter moet natuurlijk het water in. Hij is hier heel dichtbij. Goed, we hebben alle spullen. We gaan vertrekken. 100 kilometer gaan we vandaag varen met de waterscooter. Onze eerste stop is ergens tanken. Om even een duidelijk beeld te geven van Lago Maggiore, dit is het meer en heeft een oppervlakte van 215 vierkante meter. En zo ziet dan het kaartje eruit waar we ongeveer naartoe willen varen. Het is dus de bedoeling om eerst naar het tankstation te gaan, dan naar de mooie eilandjes en dan te kijken voor een lekkere lunchplek in Verbania. Eerst maar eens tanken. Let's go! Ons avontuur ging hier dus echt van start en dit was eigenlijk best wel een spannend iets. We gaan dus 100 kilometer op een waterscooter en je weet natuurlijk niet of die het blijft doen. Dus hopelijk verloopt alles goed. Die golf gaan raar in. Dat is een beetje door de war. Oké, dan. Zie jij, ik kende mij bijna niet meer. Ja, we moeten nog wel een stukje naar rechts door. Helemaal hier omheen. Dit is het. Kunnen we hier even lekker tanken aan het water. Het is de eerste keer dat ik dat ga doen met mijn waterscooter. Dat is wel top. Dus ik ben benieuwd. Yes. Grazie. Full? Yes, please. Si. Si. Kan jij mijn pinpas aan haar geven? Nee, va bene. Si, si, si. Ik weet niet of dat moet, maar... Nee, dat is zo... Zo. Nou, dat was dat. We hebben een volle tank. Nu helemaal naar rechts. Op naar de andere kant. Ja, we moeten echt de hele andere kant op. Nou, hij is lekker warm, dus we kunnen lekker sport varen. Let's go. Dat is snel, Dave. En nu was het de bedoeling om van het tankstation helemaal naar de mooie eilandjes te varen. En dit was ongeveer 40 kilometer.
Op dit moment waren we echt 100 rondjes aan het varen heen en weer om de mooie eilandjes heen om te kijken waar we dus uiteindelijk konden gaan eten. We waren natuurlijk al best wel een tijdje onderweg, dus we hadden gewoon honger. Dus we gingen heel erg op zoek naar een tentje, maar dat was nog best wel lastig omdat je nergens de waterscooter kon aanleggen. Overal waren er alleen maar plekken voor commerciële boten. Kijk eens wat een plekje wij hebben gevonden. Dit is top, jongen. We zijn hier net aangekomen. We zijn hier echt net aangekomen. En we hebben daar ergens in de verte de waterscooter liggen. En we hebben al gelijk... Ik kon nog amper mijn camera pakken en het eten was er al eigenlijk. Zo snel ging het. We hebben hier lekker caprese, meloen, panini. Lekker hoor. Echt top. Zitten we dan, hè? Ja, dit is echt lekker. We hebben dus al... hoeveel kilometer hebben we deze gehad? 40, 50? Daartussen? Ja, ik denk niet 40. Oh. Iemand heel verdrietig. Oh nee. Maar ja, 40 ongeveer. En we moeten dus ook ongeveer 40 terug. Maar iets minder, want we zijn echt ongeveer 3 keer zeg maar die kant op. Toen weer deze kant, toen weer die kant. Dus dat ging natuurlijk iets anders. Maar we gaan vandaag de 100 kilometer aantikken. Komt helemaal goed. Om even een beeld te geven van hoe we dan ongeveer naar de lunchplek zijn gevaren. Dat zou ongeveer zo geweest zijn. Via GPS hebben we dit kunnen terugkijken. En heb ik dus ook kunnen zien hoe lang we er ongeveer over hebben gedaan. En dat is namelijk ongeveer 55 kilometer. En om dan ook een heel duidelijk beeld te geven van de terugweg. Dit is ongeveer de terugweg die wij hebben afgelegd. En deze heeft uiteindelijk ongeveer 40 kilometer geduurd. Jongens. Dit is toch een villa? Niet te doen. We zijn nu bijna terug en deze zit echt vlak naast onze camping. Deze villa kan je dus huren. Nou, Daan en ik hadden toevallig niet zoveel geld. Want het kost ongeveer 1000 euro per dag of zo. Per nacht? Ik weet het niet. Maar in ieder geval heel veel geld. Maar ja, kijk hoe dik. En als je hier met z'n tweeën in zit, is het ook een beetje overkill. Maar daarom film ik het ook, omdat er is als het goed is toch niemand, want hij was beschikbaar. Want dat hadden we even opgezocht. Maar ja, heel erg ziek gast. Heel ziek. Niet normaal, hier staan nog veel meer andere villa's. We zijn nu bijna terug bij de camping. En dan hebben we ongeveer 100 kilometer erop zitten. Dan gaan we het even berekenen. Dan anders moeten we nog even een klein stukje varen. Zo, daar ligt hij dan. Lekker af te koelen. Kijk eens aan, we hebben nog 2 streepjes benzine. En dat betekent dat hij echt bijna op is. En je kan echt super lang hiermee varen. Hè? Ongeveer 4,5 uur. Eigenlijk tussen de 3 en 4,5 uur. En dat betekent ongeveer dat we 40 km per uur gemiddeld zijn gegaan. Want we hebben natuurlijk daarvoor nog met de kwarttank. En toen een hele volle. Dus we hebben hem aardig leeg gegooid. Dus de 100 km hebben we zeker gehaald vandaag. Dit was een fantastische challenge en het pakte best wel goed uit. Het was super vet om dit te doen. Een hele ervaring. Super gezellig. Met mijn allerbeste vriend Daan. Voor de rest zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Later.